felle brand die veroorzaakt werd door blikseminslag heeft gewoed in het pakhuis Azië van Blauwhoed in Amsterdam. Drijvende spuiten moesten er onder meer aan te pas komen om 9000 liter water per minuut in de Vlammenzee te jagen. Een grote menigte volgde het werk van de brandweer. De brand bleef beperkt tot de derde verdieping van het pakhuis, wat te danken was aan het doortastende ingrijpen van 60 hoofdstedelijke brandweerlieden en aan de solide constructie van het gebouw. De smeulende restanten van de in het pakhuis opgeslagen voorraden tabak werden, om opnieuw oplaaien van het vuur te voorkomen, na de blussing weggevoerd. De aangetaste voorraad was zo groot dat een hele vloot schepen er tabak van had. Hoewel de schade aan het gebouw zelf beperkt bleef, is er voor honderdduizenden guldens aan goederen verloren gegaan.